Je bent op zoek naar een verplaatsbaar voetbaldoel. Je weet welke maat je nodig hebt, maar kom dan voor een aantal keuzes te staan. Welke netbevestiging kies je en welke transportoptie? In deze video leg ik het je uit. Er zijn in hoofdlijnen twee verschillende soorten verplaatsbare voetbaldoelen in de markt. Demontabele doelen en volledig gelaste doelen. Bij een demontabel doel ontvang je een bouwpakket waarbij je de onderdelen aan elkaar moet zetten met schroeven en bouten. Score levert alleen gelaste voetbaldoelen omdat dit de levensduur van het doel verlengt. Daarbij is het doel vormvaster en veiliger. Op de plekken van de koppelingen zullen ook geen naden of kieren ontstaan. Met de profielmaat bedoelen we de breedte van de doelpaal. Hier hebben wij twee keuzes, 80-90 mm en 100-120. 100-120 is de sterkste van beide, maar dat betekent niet altijd dat dit de beste keuze is. Bij sommige doelen is het onzin om zo'n zwaar profiel te nemen. Bij de aankoop van een verplaatsbaar voetbaldoel kun je kiezen uit drie typen netbevestigingen. De netstrip, Confix en een gevreesde netbevestiging. De kunststof netstrip is onze meest voordelige netbevestiging. Het is een verbeterd alternatief voor een nethakensysteem. Het doelnet zit goed vast, het is alleen niet geborgd. Wat inhoudt dat het net soms los kan raken uit een haak. De Score Convex netbevestiging is het meest elegante systeem dat te krijgen is. Wanneer het net in het doel gemonteerd zit, heb je er geen onderhoud meer aan, totdat het doel aan een nieuw net toe is. De netborging zorgt ervoor dat het net niet los kan komen uit het doelprofiel. Door het slimme ontwerp blijft het totaalgewicht van het doel relatief laag, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt. De gevreesde netbevestiging is de meest robuuste keuze die je kunt maken. De netbevestiging wordt gevreesd uit het aluminiumprofiel. Na het inhangen van het net wordt het geborgd door middel van een rubber profiel. Dit zorgt ervoor dat het net nooit loskomt. Enkele nadelen aan het systeem zijn dat het alleen leefbaar is in 100-120 profiel. Het doel wordt een stuk zwaarder dan doelen met netstrip of het Confix systeem. En ook zijn de doelen relatief duur. Van het Score raden wij deze netbevestiging niet aan omdat het overgedimensioneerd en relatief duur is. Als je je doel vaak verplaatst over een langere afstand, kies dan voor een transportoptie. Er zijn draagbeugels en je kunt kiezen voor een kruiwagenmodel. Het kruiwagenmodel is heel wendbaar. Wanneer je het doel het veld af wil rijden, kun je makkelijk door een poort heen. Je kunt ook voor twee draagbeugels kiezen. Dit is iets voordeliger, maar het verplaatsen is ietsje zwaarder. Ook zorgt het voor een extra belasting op de lastnaden. De laatste keuze is die van het doelnet. Bekijk hiervoor onze video over de aanschaf van doelnetten. Heb je nog vragen over de aanschaf van verplaatsbare voetbaldoelen? Neem contact met mij of een van mijn collega's. We helpen je graag.